Rond het klooster van Ter Apel komt eeuwenoude geschiedenis weer tot leven. En dat trekt bekijks. Gewoon uit nieuwsgierigheid, om te kijken wat het nou is, zijn we hier naartoe gekomen. En hoe is het? Schitterend. Wat vindt u zo leuk aan? Nou, de saamhorigheid hier van het dorp wat hier bezig is om iets te organiseren. En als je dan ziet hoeveel mensen hier zijn, is dat niet geweldig? Het festival Middeleeuws Ter Apel werd voor de 23e keer gehouden. Het streven van de organisatie is het festival zo authentiek mogelijk te houden. Alle mensen die wij uitnodigen, die komen door voor een ballotagecommissie. En die moeten aan heel veel eisen voldoen om hier te mogen komen. Plastic en elektriciteit zijn uit Den Boze. Maar dat weerhoudt de honderden acteurs uit binnen- en buitenland er niet van om naar Ter Apel te komen. Deze markt, deze veranstaltung is immer mijn ganz jahres favorite. Settingen er virkelig, virkelig rigtig flot her rundt omkring klosteret, og det er meget intimt, og det er meget hyggeligt. Kunt u nou eens uitleggen wat nou zo mooi is aan die middeleeuwen? Ja, ja, het is een soort virus waar je mee behept bent of niet. En je verdiep je in de geschiedenis. En niet alleen ouderen hebben dat virus te pakken, maar ook jongeren, zoals de 13-jarige Tim. Ik vind het heel leuk gewoon om te doen alsof je in de middeleeuwen bent. Dus, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik ben meer van deze tijd. Maar ik vind wel hoe ze dat hier allemaal doen, ik vind het super geweldig. Ja, echt.